deze beschouwing die gaat over de theorie achter de universele kerk. En ik heb er al twee eerder gemaakt over de theorie van. En die ene is de theorie van de samenswering. En die andere is de theorie van de wereldorde. En deze gaat er ook over. Maar die heet dan dus de theorie van de universele kerk. Misschien wordt het de laatste in deze serie, weet ik niet. Ik vind het wel leuk om het te hebben over de theorie. En dat je hier wat van kan leren. Dat is toch tof, hè? Het is nu zondagavond, dus 11 uur 's avonds. Ik heb er een kopje thee bij. Ik zit nog steeds in de ziektewet. Heerlijk. Dus ik zit nou op jullie kosten. Een beetje de vrolijke Joris uit te hangen. En ik doe helemaal niks. Nou, niks. Dat is ook niet zo. Maar ik heb wel inkomen en ik werk niet. Ja, sommige mensen hebben alle mazzel. Goed, ik heb er een kopje thee bij. Als ik jullie was, zou ik het ook doen. Het gaat een uurtje duren. En voordat ik van wal steek over dit mooie onderwerp, neem eens een kijkje op mijn kanaal. Kijk eens in de rondte naar wat er allemaal staat. Het oudere werk, daar zitten ook leuke tussen. Maar vooral ben ik enthousiast over al het werk wat ik erop heb gezet sinds ik gestopt ben met die belachelijke hoeveelheid alcohol en wiet weg te werken elke dag. In die zin sta ik droog sinds 9 maanden of zo, 8 maanden. How time flies. De laatste dagen heb ik af en toe zin om te roken, maar dan denk ik, ach nee. Ik denk, als ik met pensioen ga en ik kan het nog betalen tegen die tijd, dat ik weer ga beginnen met roken. Maar ja, dat is nog 8 jaar. Toch? 7 jaar of zo. Lijkt me wel leuk om met pensioen te zijn. Maar dit is ook leuk. In de ziektewet. Ja, maar Piggy, gaat het wel goed met jou? Ja hoor. Ik heb een operatie gehad aan mijn linkerhand. Maar mijn pink zit er nog aan, hij valt er niet af. Dus ik zal het wel overleven. Maar neem een kijkje op mijn site. En als je zin hebt, doe een keer een like. Oh ja, en het aantal abonnees, dat was zo lekker aan het stijgen. En de laatste week staat het helemaal stil. Dat is niet leuk, dat is niet gezellig. Ik vind het leuk als het iedere keer een beetje stijgt. Dus als ik dan kijk, dan weer, oh, weer een nieuwe abonnee. Dus ja, misschien dat je kan sharen, dat je iemand kent die ook wel eens inslaapproblemen heeft. En die kan dan lekker naar mij gaan luisteren voor het slapen gaan. Huh, toch? In deze drukke wereld, iedereen is zo druk. Wiep, 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 wiep. Geert Wilders komt eraan. Ja, maar Geert Wilders doet helemaal niks, dus daar maak je je zorgen over. Ik doe ook helemaal niks, maar ik doe echt helemaal niks. Maar Geert Wilders, die doet alsof hij heel veel dingen doet, maar die doet helemaal niks. Ja, zijn haar blonderen. Een beetje zeuren over Marokkanen. Al de laatste tijd hoor je Geert Wilders niet meer zoveel over Marokkanen. Is dat een beetje eruit of zo? Oh ja, en waar ik ook nog iedere keer op terug wil komen is het grote CO2-experiment. Dat is er eentje om, als je toch op mijn kanaal in de rondte gaat neuzen. CO2, moet je even opzoeken. Zoeken binnen mijn kanaal, dat kan je toch wel, hè? Dan moet je naar mijn kanaal gaan. En dan heb je rechts in de, rechtsbovenin heb je een vergrootglas. En als je daarop drukt, dan, zoop, dan schuift er zo'n vakje open. En dan typ je CO2. Moet je even kijken.
Het grote CO2-experiment. En trouwens, dat staat ook onder deze uitzending. Kan je even naar beneden scrollen en klik, heb je er ook eentje te pakken. Dat gaat best goed. Ik heb al 4 geïnteresseerden. Dus dat is mooi. Zou toch wat zijn, zeg, als dat experiment doorgaat? Zouden we misschien wel een kleine ruil mee kunnen maken? Geert Wilders, eat this. Nou, Geert Wilders is ook tegen die CO2-onzin, maar het bedrog is ongelooflijk. Dat is, ja, dat gaat zo diep. Als je daar wat aan, als je daar echt reëel wat aan wil gaan doen, dan moeten de koppen gaan rollen. Ja, niet zoals bij de guillotine, maar in de zin, mensen moeten op gaan stappen. Op hoge posities. Onder de directie van KNMI, kan naar huis. Directie van het RIVM, kan naar huis. Ja, dat zijn hoge bobo's hoor, van 100, 150.000 euro per jaar. Die zien we nooit meer terug. Hoofd van het TNO in Delft, kan naar huis. Hoogste ambtenaren bij het ministerie van Onderwijs, dat kan naar huis. Wat is het weer? Onderwijs, cultuur en wetenschap. Al die ambtenaren daarbovenin dan, hè? Nu naar huis. Weg ermee. Perry Winkel kon wel wat jullie niet konden. Ja. Vroeger had je zo'n slogan. Wat God niet geeft, geeft Perry. Ja, Perry, dat is niet waar. Dat is niet waar. Nee, dat is wel waar. Dat is wat nu heet dat Perry Sport. En dat heette vroeger, heette dat Perry van der. Van de of van der? Perry van de Kar. En die hadden van alles. Niet alleen maar sportartikelen, dat is het nu geworden, maar toen was het veel meer. En dan hadden ze BH's met vulling erin. Dus dan kon je als meisje, jonge dame, bakvis, kon je doen alsof je grotere borsten had dan je werkelijk had. En iedereen wilde, ja, waarom eigenlijk, maar vrouwen willen dat dan. Die willen dan grote borsten hebben om seksueel aantrekkelijk te zijn. Ja, waarom eigenlijk, maar wat willen ze dan? Ja, als je daarover nadenkt, dat is eigenlijk te gek voor woorden. Je gaat als man toch ook niet lopen met een t-shirt met daar namaakspierballen in. Maar goed, die vrouwen die willen dat dan wel. En dan kon je dus die BH's met vulling en al kon je kopen bij Perry Sport. En die werden dan verkocht met die slogan, wat God niet geeft, grote borsten, dat geeft Perry. Ja, ik ben stik stroomberoemd. Maar goed, mij lukt het. Als dit zo doorgaat, ik krijg dat CO2-experiment voor elkaar. En ik ga aantonen dat het hele geouwe hoer over dat de atmosfeer opwarmt als daar CO2 in zit. Dat slaat helemaal nergens op. Dat is, ja, dan kan je wel zeggen dat het zo is, maar als je het gaat uitproberen, dan meet je niks. Dus je kan wel zeggen dat je van 1 glas jenever in de maand, dat je dan leverkanker krijgt. Maar dat is niet zo. En dat laatste is natuurlijk heel moeilijk aan te tonen. Want leverkanker heeft een incubatieperiode van ik weet niet hoeveel, 10 jaar. En maar als je zou zeggen dat je van een milliliter jenever, dat je daar dronken van wordt. Zo, dat is ook niet zo. Dus jenever en dronken worden, dat heeft wel met elkaar te maken. En CO2 in de atmosfeer en dat de atmosfeer dan meer de warmte van het zonlicht absorbeert. Dat is wel zo. Maar de mate waarin, die is zo minuscuul klein, dat het niet kan leiden tot een meetbaar iets. Het is niet te meten, dus ja.
Ja, maar kijk, dus de onmeetbaar kleine opwarming van de atmosfeer, dat vinden wij een ernstig probleem. Te meer, naar Perry dus ook heeft geconstateerd dat de zeespiegel helemaal niet stijgt. Ja, een heel klein beetje dus, maar dat was al heel lang zo. En ja, dat dan gecombineerd, hè, dat is de atmosfeer, dat is bijna niet te meten hoe die opwarmt. En dan de zeespiegel, die stijgt ook niet of nauwelijks. En we dachten zelf dat dan Nederland maar 100 miljard extra belasting moet gaan betalen. Want dat is toch wel... want het kan mooi uit de hand lopen. Ja, het is nu helemaal niet te meten, maar stel... Dus we stellen voor dat we voor alle zekerheid toch heel veel belasting gaan betalen. Voor het geval dat iets wat niet te meten is nu, dat dan later blijkt dat er toch wat aan de hand was. En trouwens, we gaan erover vergaderen in Genève. En dan gaan we met z'n allen naartoe vliegen. En daar ook geld voor is. Gaan we CO2-neutraal vliegen. En we hebben er ook CO2-neutrale brunettes en CO2-neutrale blondines. En we snuiven CO2-neutrale cocaïne. Ja, natuurlijk. Een groot bedrog. Maar die universele kerk, hè? By the way, dat hele klimaatgeouwe hoer. Als ik dat woord mag gebruiken. Geklets, gezeur, geneutel. Dat komt van de paus. En dan zou je denken, maar wat loopt die paus nou te ouwe hoeren? Want er komt helemaal niemand meer aan de katholieke kerk. Ja, gek, hè? Net alsof het er niks mee te maken heeft. Nee, dat heeft er nooit wat mee te maken gehad. Er zijn hele volksstammen en die vinden zichzelf nog steeds katholiek. En het is maar de vraag of die überhaupt in de kerk komen, maar die vinden zichzelf katholiek en ze doen graag kerstmis vieren. En carnaval vieren en dan gaan ze seks hebben met de buurvrouw en ze doen alles wat God verboden heeft en ze noemen zichzelf katholiek. Maar komen ze in de kerk? Nee. En daarbij de katholieke kerk, dan moet ik zeggen, dit weet ik niet voor 100% zeker, maar het is bijzonder aannemelijk. Dat de katholieke kerk achter de productie zit van de Koran. In elk geval is het zo dat de katholieke kerk tegen de mensen van de Koran, tegen dus de leiders, de geestelijke leiders van het Mohammedanisme, dat de katholieke kerk heeft gezegd van jullie zijn ook dat heet dan een dochterkerk. Van ons. Er is al lang een concordaat gesloten tussen de diverse stromingen van het Mohammedanisme en het Vaticaan. Dus alles wat te maken heeft met Mohammedanisme, voor zover dat wat voorstelt, dat valt onder het Vaticaan. En misschien dat bepaalde Mohammedaanse stromingen daar niet meer mindere mate aan meedoen en dat dat de verklaring is waarom bepaalde Mohammedaanse stromingen zoals het Shiïtisme, dat wat moeilijker ligt. Dat zou kunnen. Maar de paus is gefotografeerd terwijl hij de Koran kust. Ja, dan mag je toch aannemen dat je weet hoe laat het is, hè? Dus wat valt er onder meneer de paus zijn geloofssystemen? Nou, daar valt het Mohammedanisme ook onder. Dus hier in Nederland mogen de kerken leeg zijn. Maar het Mohammedanisme is wereldwijd, heeft dat bijna 2 miljard volgelingen. En het katholicisme in die regio's waar dat nog is, met name Zuid-Amerika en Noord-Amerika, dan praat je ook nog een keer over 1,5 miljard. Dus bij elkaar heb je 3,5 miljard gelovige volgelingen van meneer de paus. En dan heeft meneer de paus ook nog een concordaat, dus een soort contract of wat dan ook, een overeenkomst.
zeg maar, een niet-aanvalsverdrag of een gehoorzaamheidsovereenkomst. In die zin dat men verklaart dat men niet boos zal doen tegen meneer de paus met de humanisten. Ja, als je de paus een beetje volgt, dan snap je wel dat hij echt aan het kwartetten is. Hè? Die is alles aan het verzamelen. Om alles onder zich te brengen. En dat is alleen nog maar zijn activiteiten op het geloofsgebied. Maar achter de schermen is die man bezig met een politieke agenda. De EU, dat is een feestje van de paus. Dat is zijn uitvinding, zijn speeltje. En waar gaat het de paus om? Ja, alleen maar om macht. Zeggenschap. Macht, poen, dat soort dingen. En wie vertegenwoordigt de paus? Namens wie opereert hij? Ja, hij opereert namens de wereldwijd geallieerde aristocraten. Dus de mensen met poen. Die lopen allemaal heel gedwee achter deze organisatie aan. Ze doen allemaal mee. En wij, het volk, ja, wij zitten heel verbaasd te kijken van, goh, we gaan steeds meer belasting betalen. Ja, maar we houden helemaal geen geld meer over voor onszelf. Jee, hoe kan dat nou? Ja. Nou, dat komt omdat die jongens en meisjes van die club van de wereldorde, die zijn hartstikke duur. Het staat wel mooi. Dan neem zo'n koning Willem-Alexander die wij hebben. Het staat hartstikke mooi. Hij heeft weer nieuwe paleistoestanden laten bouwen. En de Maxima, die heeft echt smaak, die vrouw. Dat kost wel wat, hoor. En dan kan je zeggen, ja, maar Willem-Alexander die kost maar, dat zal bij elkaar zijn, directe kosten voor het koningshuis. Misschien 100 miljoen per jaar of zo. Maar dat zijn alleen de kosten die je direct aan het koningshuis toeschrijft. Maar het koningshuis, er zit een heel cordon van aristocratische Nederlanders zitten erachter. De hoofd van het raad van de Raad van State, de hoofd van de Provinciale Staten. Ach man, de koninklijke maréchaussee. Allemaal mensen waar wij helemaal niks aan hebben. En die er alleen maar zijn om dat koningshuis in stand te houden. En als je die kosten bij elkaar optelt, ja, dan snap jij wel waarom jij als Jan met de plu en Mien met de pet, om het even feministisch te zeggen, wij kunnen driekwart van het jaar werken voor die club en dan houden wij een kwart van onze toegevoegde waarde over voor onszelf. Je moest eens weten wat wij aan belasting betalen en dan schrik je helemaal kapot. Dus ik kwam erachter dat bij mij viel de nota, of nee, niet een nota, een overzicht op de mat van mijn energieleverancier. Wat een val. En ja, die vertelde mij vrolijk dat van elke euro die ik aan Vattenfall betaal, en dat is niet zoveel, ik leef heel zuinig, ook met energie. Maar van elke euro die ik betaal aan die club gaat 2/3. Ha, dat hoor je goed. 2/3 gaat naar de overheid als belasting. Ho, 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 ho. Perry, je betaalt een euro aan de Vattenfall. Nou, dan willen wij 2/3 hebben. Ja. En ik betaal dan een klein bedragje in de maand voor mijn elektra en mijn gas. Dat is dan mooi, maar er zijn er genoeg mensen en die betalen heel wat meer. Ja, en die betalen ook 2/3. Hoppakee, je gaat even naar de overheid. Dus de hoeveelheid belasting die wij hier in Nederland betalen, met al die kleintjes daarbij opgeteld, ga er maar aan staan, hoor. Dat is echt heel veel.
Je hebt je loonbelasting zo'n 40% en heb je. En je loonbelasting, ja, jij betaalt dan zoveel loonbelasting, maar je werkgever betaalt het werkgeversdeel aan loonbelasting ook nog een keer. Dus dan moet je, als je dat eventjes allemaal gaat doorrekenen, dan kom je dus uit op 3/4 of zo. Met andere woorden, als wij de overheid alleen nog maar zouden betalen voor de dienst die zij werkelijk leveren, in die zin een dienst waar wij wat aan hebben. Ja, dan kunnen wij terug naar een 20-urige werkweek. Ja. Ik krijg een hele hoop vrije tijd. Nou precies, het is maar goed hoor dat er zoveel belasting is, want anders ik zou niet weten wat ik met mijn vrije tijd zou moeten doen. Nee, jij weet dat niet, maar ik wel. Ik zit nu in de ziektewet, ik heb een partij vrije tijd, dan heb ik jou daar. En het is niet zo dat ik daar plotseling heel depressief van geworden ben. Verre van dat. Ik ben lekker op gaan ruimen in mijn woning. Ik heb overal alle tijd voor en ik ga lekker naar de markt. Ik heb laatst even lekker de tijd genomen om bij een of andere, bij de Jumbo supermarkt op het internet moeten gaan kijken van wat kost nou eigenlijk de bruine boon per kilo. En ontdekt dat hij daar goedkoper is dan bij de Albert de Heijn. Kijk, daar heb je dan alle tijd voor. Dus ik ga binnenkort via internet ga ik lekker bestellen bij die jongens en meisjes van die Jumbo. Dan haal ik voor €50 waren. En die hoeveelheid waren, die corresponderen dan met de hoeveelheid waren van €65 die ik anders haal bij de Albert de Heijn. En bij de Albert de Heijn moet ik nog lopen. Kijk. Snap je? Ja, ik vermaak me wel. Dus voor mij mag de overheid betaald worden voor de diensten die ze werkelijk leveren. En voor de rest betalen we ze niet meer. Maar dat is dromenland. Oh, dat kan niet. Want de paus die zit stevig in de zadel. En die eist zijn deel. En die energiebelasting bijvoorbeeld, dat wordt ons opgelegd omdat wij zuinig moeten zijn met energie. En de paus zegt, ja, als die 67% heffing op energie, die belastingheffing, als die er niet is, dan gaat iedereen als een wilde energieloop verbruiken en dan gaat de aarde kapot. Dat is wat de paus zegt. Want waarom zou je anders zo'n belachelijk hoge belastingdruk hebben? Hetzelfde geldt voor benzine. Benzine is ook hartstikke duur. En waarom? Dat is vanwege die accijns. Alcohol is ook zo duur. Waarom? Dat is vanwege de accijns. Accijns en btw. En het is dan zogenaamd om ons te helpen dat wij verstandig gaan kopen. Ja. Dat is alleen maar zogenaamd. Ik heb hier een huis, het grootverbruik hier in huis, waar ik echt wat aan zou kunnen doen, zeg maar bijna de helft. Ja, dat is voor mijn wasmachine en mijn wasdroger. Ja, ik zou niet weten hoe ik mijn was anders schoon moet krijgen. Ik heb hier geen wastobben of zo. Ja, die kan ik nu wel aanschaffen, dan met een wastobben en een wasbord werken. Maar hoe moet ik het dan drogen? Ik heb vroeger had je, toen we nog op boerderijen woonden en zo, dan had je een droog zolder. En daar kon moeder dan in de winter en in de herfst en in het voorjaar, als het dan veel regende, dan kon moeder daar de kleren ophangen. En dan gingen ze daar drogen. Maar ik heb geen droog zolder. Ik heb 2 balkonnetjes. En die zijn open. En daar, ja, daar kan ik niet drogen. En in huis mijn was gaan drogen. Ja, ik ben er een beetje gek. Dan wordt mijn huis heel vochtig. Ik krijg schimmel. Dus ik heb al een wasdroger nodig. Vind ik. Maar daar moet ik lekker voor gaan betalen. Snap je? Maar dan terug naar de universele kerk. Hey, wat ze... En daar hebben ze gelijk in. Wat ze vinden is dat het niet mogelijk is
dat ze de wereldheerschappij op een duurzame manier in handen krijgen en dus houden. Dat kunnen ze niet zonder dat ze de baas zijn van alle geloven. Dus alle gelovige mensen, voor zover ze georganiseerd zijn, daar gaat het om, dus alle organisaties van gelovige mensen, al die organisaties moeten vallen onder één gezamenlijke autoriteit, de autoriteit van het geloof. Dat is belangrijk, zeggen ze. En dat is het ook. Als je de wereldorde in handen wil hebben. Kijk, ik wil dat niet. Ik zou ook niet weten wie dat wel zou moeten willen. Behalve mensen die extreem enorm lui zijn en niet willen werken en gewoon crimineel zijn. Per definitie crimineel zijn. Heel lelijk zijn, heel naar zijn. Ja, die zouden een wereldorde willen hebben die niet omvergeworpen kan worden, omdat die alomtegenwoordig alles overheersend is. Ja, en die criminele bende, die weet dat ze de baas moeten zijn van alle geloven. En dat weten ze al heel erg lang. En heel lang hebben ze dat, heb ik het over heel lang geleden, over meer dan, nou, ze hebben ongeveer 3000 jaar geleden. In die tijd was het zo dat ze zelf verzonnen wat het geloof was. En dan kwamen ze met een verhaal over dat er in Godenland had je een mannelijke en een vrouwelijke god. En de vrouwelijke god, dat was de oergod. De Inanna heette die wel. Of Isis, of Astarte. Met die namen werd gegoocheld. Het begrip niet. Dus het ging om de moedergod. Dus daar komt ook de, wat we nu hebben met transgenders. Dat zijn die gewoonte dat mannen zich laten castreren en dat dat goed is. Dat is heel oud. Dat komt daarvan. Want zo'n man die verandert dan zijn lichaam om daarmee gelijk te worden aan de vrouw, Inanna, de moeder van de schepping. Door haar op die manier te eren. Ze eren Inanna door zich te laten castreren. Dat wordt in de Bijbel al genoemd. Ik heb er al een uitzending aan gewijd, die heet vrijwillige castratie. Dus die kan je opzoeken op mijn kanaal. En in die tijd van die 3000 jaar geleden, het Babylon is dat dan met name, hadden ze hun eigen geloof. Dat zat dan zo in elkaar. En mensen wisten niet beter dan dat het enige geloof was. En het ging prima. Het ging uitstekend. En dan kreeg je in het oude Griekenland, dat je nou zo'n geloof, met ook die aspecten erin hoor. Maar dan kwamen er nog meer. Heel veel goden. En, Odin had je. Odin was een man, een mannelijk iets. Dan had je, dat is ook weer Oedipus. Nou, allemaal rare verhalen. Heel veel goden. Daar kwam het op neer. Dat geldt ook voor dat Babylonische gebeuren, waarbij je dus ook meer goden hebt. Dat heb je dus de mannelijke god en de vrouwelijke god. En de vrouwelijke god is dan machtiger dan de mannelijke god. En in Griekenland heb je een hele bende met goden. En later kreeg je dan in het Romeinse Rijk ook een hele serie goden. Tautates was er ook eentje. Zeg het maar. Venus. Venus was. Heel veel van die goden, die hebben zowel een Latijnse als een Griekse naam. Hè?
Dus Venus is de Latijnse naam van de Griekse godin Afrodite. Een meer godensysteem. Ja, en toen kwam rond het jaar 30 na het heengaan van Jezus Christus, kwam er een nieuwe geloofstroming. Dat kennen wij nu als het christendom. En daar had men geen controle over. Dat was zeer tegen de zin van de machthebbers. En toen hebben ze in eerste instantie die christenen vervolgd. Gewoon allemaal afmaken. En daar hadden ze de hoop van, nou, als we nou alle christenen een kopje kleiner maken. Of alle, als we er maar heel veel een kopje kleiner maken. Dan gaat de rest vanzelf denken van, oh, ik kies eieren voor mijn geld. En ik hou er mee op, want iedereen wordt afgemaakt. Ja? Of afgemaakt, worden leeuwen gegooid. Best wel erg hoor. Maar het had het tegenovergestelde effect. Want die christenen die gingen zo heldhaftig voor de leeuwen. Dat maakte indruk op de Romeinse burger. En de Romeinse burger die ging dan met een zwaar gemoed naar huis. Na zijn bezoek aan het Colosseum. En die wilde toch meer weten van het christendom. Dus er werd gezegd voor iedere christen die ze voor de leeuwen gooide. En plein publiek, als volksvermaak. Voor iedereen was weliswaar een christen minder, maar er kwamen 10 nieuwe christenen voor terug. Dus die strategie die werkte niet. En toen hebben ze dat overgenomen. Het christendom. En toen begon het Heilige Romeinse Rijk. En werd het christendom verheven tot staatsgeloof. Zo'n beetje wat de Engelsen zeggen, if you cannot beat them, join them. Of zo'n uitspraak van Lenin. De beste manier om te gaan met de oppositie is om er leiding aan te geven. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben het christendom overgenomen. En tot een eigen ding gemaakt. Met de teksten die geschreven waren in een leesbare taal in die dagen. De Grieks en Hebreeuws en Aramees. Om dat om te zetten in Latijn. En Latijn, dat is een kunstmatige taal. Die sprak niemand. Ja, dan kwam dat hele gedoe met de Rooms-Katholieke Kerk. En de Rooms-Katholieke Kerk is dus nu nog steeds en heeft dus allerlei onderafdelingen die je niet zou verwachten. Dus het Mohammedanisme, dat valt er ook onder. Het humanisme valt er ook onder. Je kan ook zeggen het atheïsme valt er ook onder. Het enige waar de Katholieke Kerk geen vat op heeft, dat is het de groep der bijbelgelovende christenen. Die houden ze ook niet voor de gek. Die trappen er niet in. En die hebben hun bijbel en die weten dat in de bijbel staat dat die hele truc met zo'n algemene universele kerk, die staat aangekondigd in het laatste boek van het Nieuwe Testament. Ja, en een gewaarschuwd mens telt voor 2. En je merkt nu ook dat wereldwijd is het christendom de meest vervolgde geloofstroming. En daar zit de paus, die zit erachter. Want het is een groep die krijgt hij niet onder controle. Dus wil je wat doen aan die idioterie rondom het klimaat? Bijvoorbeeld. Of zou je graag willen dat Europa uit de EU gaat? In elk geval dat Europa stopt met die belachelijke bedragen te betalen aan de EU.
En waarom zou de EU jurisdictie hebben hier in Nederland? Waarom, als de EU zegt, we gaan dit en dat doen, waarom moeten wij dat dan? De EU mag best voorstellen van, nou, we gaan allemaal gaan beslissen zo doen, ja? Daarbij zeggen we, nou ja, als België het wil, dat is goed, maar wij niet. Wij zijn toch in Nederland, ja. Door de EU wil ook al komen met vaccinatievoorschriften. Nou, daar vind ik helemaal nergens voor nodig. Dat bepalen we zelf wel, liefst op individueel niveau. Ik wil helemaal niet dat een overheid zegt dat mensen zich moeten laten inspuiten met spul waarvan je niet mag weten wat erin zit, want het is auteursrechtelijk beschermd. Of weet dat? Er zit een patent op. Nou, je kunt niet vertellen wat erin zit, want dan gaat iedereen het namaken. Ja, het moet wel geheim zijn. Ja. Ik vroeg het aan mijn tante. Mijn tante heeft gewerkt in die business. Die is medisch analist geweest. Ik zei, klopt het nou dat er in die vaccins conserveringsmiddelen zitten? En zij zei, ja, natuurlijk. Anders bederft het. Ik zei, ja, maar het gaat om uitermate toxische stoffen. Ja, zei mijn tante, dat moet wel. Conserveringsmiddel is bedoeld dat er niet een of ander levend organisme in gaat lopen groeien. Dus dat moet wel toxisch zijn. Ik zei, ja. Dan word je mensen dus geïnjecteerd met toxisch spul ook. Ja, zei mijn tante, dat klopt. Ik zei, nou, dat is helemaal niet goed. Maar zei mijn tante, het is zo weinig, dat kan toch niet kwaad. Kan toch geen kwaad. Maar ja, zij weet ook wel dat dat niet getest is. Er is niet gekeken of dat kwaad kan. Dat wordt maar gewoon aangenomen. En dan de EU die gaat even bepalen wat we dan en wanneer wij ingespoten moeten worden met gepatenteerd dus geheime oplossingen. Nee, als je daar wat aan wil doen, begrijp je Bijbel. Ga minimaal begrijpen waarom de katholieke kerk zo'n pesthekel heeft aan mensen die de Bijbel respecteren. Ja. Waarom juist die groep? Ga begrijpen dat de Bijbel dicteert dat wereldse heerschappij, dat is van den duivel. Je hebt er maar één te vrezen en dat is de vader van Jezus, onze vader. Dat maakt het zo krachtig. Dat maakt het geloof. En los daarvan, het is de waarheid als ik zeg dat de wereld is geschapen door iets en dat is niet van deze wereld. Dat is niet materieel. En dat niet-materiële ding, is een beetje vreemd om het een ding te noemen, want alle dingen zijn materieel. Hè? Maar dat niet-materiële ding, of zaak, dat ons schapen heeft, dat is één ondeelbaar ding. En dat ding, dat heeft een wil. En het is daarmee gelijk een persoon. Dus vandaar dat je ook kan bidden, zoals in de Bijbel staat, en dat je dan in jezelf zegt, en dus tegen dat ding zegt, of die zaak zegt, onze Vader, die in de hemelen is, of in de hemel is, het ligt aan welke vertaling je neemt. Hè? Dat is het onze Vader gebed. Dat klopt, dat is een correct. Dat zegt Jezus heel erg goed. Zo moet je bidden. En het is die
wil die jij moet dienen. En de rest interesseert je helemaal niks. Ja, maar er staat ook ergens, je moet de overheid respecteren. Ja, dat klopt. Er staat ergens in Romeinen of zo. Dat is ook wel zo. Maar punt 1, ik weet nu eventjes de details niet. Maar het zal er wel op neerkomen. Dat komt van Paulus volgens mij. Apostel Paulus. Dat apostel Paulus zegt, ja, hou je nou niet bezig met opstand tegen de overheid. Doe maar gewoon wat de overheid wil. En want de overheid is door God gegeven of zo. Zo zal het wel in elkaar zitten. Een slechte overheid is een straf van God voor onze ongelovigheid. Dat soort dingen dicteert de Bijbel. Even dan voor de ongelovigen onder ons, hè, onder jullie. Hoe de Bijbel in elkaar zet. Ja, de Bijbel hamert erop dat jij zelf verantwoordelijk bent. Voor je eigen ding. Punt. En niet moet zeuren. En de Bijbel hamert erop dat moraliteit heel belangrijk is. Je moet respect hebben voor je ouders. Je moet niet begeren dat wat van een ander is. Ga er maar even door. En allerlei dingen in deze maatschappij die te maken hebben met allemaal gekke dingen. Als mensen, mannen die zich vrijwillig laten castreren. Ja, daar moet je met een meewarig gevoel niet aan meedoen. Ik denk, ja, je kan wel medelijden hebben met die mensen. Het is ook heel zielig als iemand zich laat castreren. Dat is heel erg. Maar dat is het dan ook. Het is heel moeilijk om ten opzichte van die mensen een goed standpunt in te nemen. Je kan misschien maar beter zeggen van, ja, laat ze maar links liggen. En homoseksualiteit, dat is er ook zo een, dat hoort bij die Babylonische club. Homoseksualiteit komt heel erg veel voor onder katholieke priesters. Een enorme aantal aan. En dat is vreemd. Als je ervan uitgaat dat de katholieke kerk een christelijk geloof is. Het is niet zo vreemd als je goed naar mij geluisterd hebt en dus weet dat het hier gaat bij de katholieke kerk. En dat betekent letterlijk de universele kerk. Hè? Dat het hier gaat om een heidense toestand. En homoseksualiteit, dat is typisch iets wat voorkomt onder heidenen. Als hun feest. En heidendom is niet leuk. Het is verschrikkelijk. En het is ons loon. En dan kijk ik naar de Nederlandse situatie, maar hoe wij. Ja, hoe wij achter schrijvers zoals Jan Wolkers en Maarten het Hart en Gerard Reven en andere smeerlapperij. Hoe we achter die meuk zijn aangelopen en dat interessant vonden. Ons ingelaten hebben met dingen als feminisme en Dolle Mina. En daar trekken wij nu, of daar plukken wij nu de vruchten van. En dat zijn hele wrange vruchten van gebroken gezinnen en alleenstaande moeders. En ontaarde kinderen. Helaas, pindakaas. Wij hebben niemand te verwijten dan onszelf.
Maar die universele kerk, dat is nodig. Voor die overheersing. En daarom is het ook nodig dat jij daar tegenin gaat. En je gaat er niet tegenin door helemaal niet te verdiepen in het geloof. Want dan speel je die lui alleen maar in de kaart. Je gaat er alleen maar tegenin door de Bijbel te begrijpen. En te respecteren. En je te verwonderen over dat de mensen van het vroege christendom, dat die al zoveel wisten. En dan ga je ook snappen dat de Bijbel geen toevalsboek is. Oh ja, wat ik het vergeten te vertellen. De wereld is niet per ongeluk. Het is niet een accident. Het is geen toeval. De wereld heeft een bedoeling. En de bedoeling van de wereld, die zit hem ook in jou. Dus jouw leven heeft een bedoeling. En de bedoeling van je leven is niet dat jij zoveel mogelijk belasting gaat betalen en niet te veel uitademen, want dan krijgen we een CO2-probleem. De bedoeling van jouw leven gaat heel diep, heel ver. Dan kun jij denken, ja, maar ik ben maar zo'n onbeduidend iemand en dat kan er heel ver gaan. Ja, dat komt omdat de waarheid van het leven, die zit niet in de werkelijkheid, maar die zit in het koninkrijk der hemelen, zo zegt Jezus. Daar zit de waarheid, daar zit de waarde. En waarheid en waarde heeft allebei te maken met de waar. En dat heeft dus geen afmeting. Het heeft ook geen duur. Dat is iets en dat zal je begrijpen als je het begrijpt. Als je dat snapt, dan snap je ook dat ieder leven om je heen, dat heeft evenveel waarde. Er is niet zoiets als een onbeduidend persoon. Neem de moeder van mijn kind. Die heeft twee kinderen vermoord. Laten vermoorden. En dat tweede kind wat ze heeft laten vermoorden, dat was mijn kind. En die heeft ze laten vermoorden toen er, nou, er was geen medische indicatie. En we hadden het financieel goed. En zij had een goede gezondheid dus. En ik had een goede gezondheid. En ons eerste kind was gezond en gelukkig. En er was dus helemaal niks in de hand. Zij heeft dat tweede kind om te laten zien wie er de baas is, heeft zij even dat kind laten vermoorden. En kijk eens wat ik kan. Ga ik even iemand vermoorden. Of laten vermoorden. En dan zou je kunnen zeggen, nou, zo iemand, dat is een heel onbeduidend iemand. Maar dat is niet zo. Want Christus is ook voor haar zonden gestorven aan het kruis. Ik leg dit zo uit, hè, om het jullie goed uit te leggen wat de waarde is van het geloof. Dat als jij het geloof op de juiste manier begrijpt en in je hart sluit, dat is het einde van alle afgunst en venijn en boosheid en verdriet en teleurstelling. En dan heb je alleen nog maar ontzag. En ik kijk met ontzag naar de moeder van mijn kind, die dus twee mensen heeft laten vermoorden.
En ik denk, jeetje, hoe gaat dat aflopen? Want als dat goed komt, dan komt het goed, hè? En als dat niet goed komt, ja, dat is, die kans is vrij groot. Maar als het niet goed komt, dan... Ja. Wat haar dan gaat overkomen, dat is zo erg dat mijn afkeuring... Dat slaat helemaal nergens op. Dat is echt helemaal niks. Dat is een, noem het maar... Nee, dat moet je dat zeggen. Ja, die valt in het niet bij de afkeuring die haar ten deel valt. Dus dat heeft dan geen enkele zin. Ja, dus of zij komt tot inkeer... En ja, dan is alles goed gekomen en conform Matteüs 20 krijgt zij hetzelfde loon als ik. Of het komt niet goed. En wat haar dan te wachten staat, dat is verschrikkelijk. En dat is zo erg dat ik daar dan alleen maar het zwijgen bij mag doen. Omdat het zo erg is wat iemand dan overkomt. En dat dicteert het geloof. Hè? Dat heet de hel. Want je mag niet zomaar mensen vermoorden. Ook al zitten ze in je buik. Je mag ze niet zomaar vermoorden. Ook al mag het van de Nederlandse wet. Je mag niet zomaar mensen vermoorden. Hoe kom je erbij? Tuurlijk niet. En het geloof vertelt je dat. En was zij gelovig geweest, dan... Als ze dat niet gedaan, dan was die scheiding ook niet gekomen. Dan was onze dochter niet in een depressie gedonderd. Nou, de financiële situatie van mij is momenteel rampzalig. Maar goed, daar kan ik nog van zeggen, dat heb ik voor een deel aan mijn eigen fantasie te danken. Maar dan nog, het heeft heel veel geld gekost, die scheiding. En haar situatie is door die scheiding alleen maar op achteruit gegaan. Was zij gelovig geweest, had ze al die beslissingen niet genomen. Nee, dat heeft haar ongelovigheid en haar, noem het maar, haar heidensheid, heeft haar een hoop ellende gebracht. Die haar niet ten deel was gevallen als ze gelovig was geweest. En die jongens van de wereldorde, die jongens en meisjes van de wereldorde, die zijn ervoor dat vrouwen dit soort beslissingen nemen. Ze abortussen en promiscu gedrag. Dat die gezinnen kapot gaan. En wat ze niet willen is een volk wat moreel in elkaar steekt. Waarbij mensen elkaar niet voorliegen. Niet voor de gek houden. Waarin ze eerlijk zijn. Want in zo'n samenleving, ja, daar kunnen zij niet gaan lopen vertellen dat NO2 nou weer een probleem is. Want ze worden uitgelachen door die mensen. Maar in onze samenleving met al die maloten. Ja, dan roepen ze NO2, oh, NO2, weg ermee, NO2, weg ermee. Nou, dan gaan al die maloten gaan de straat op met allemaal handdoeken, spandoeken. En dan worden we allemaal bang. En dan denken we dat er echt wat aan de hand is. Maar er is niks aan de hand met stikstofdioxide. Dat is een leugen. Stikstofdioxide, dat is een meststof voor planten. Het enige probleem wat je daarmee krijgt is dat planten gaan groeien op plekken waar je niet wilt dat ze gaan groeien. Bijvoorbeeld op de stikstofarme gronden hier in Nederland. Daar wil je niet dat die planten gaan groeien, want dan concurreren ze allerlei zeldzame plantjes, concurreren ze eruit. Ja,
Dat is het enige. En die zeldzame plantjes, ja. Ja, is dat erg dat die verdwijnen? Ja, sommige er zijn mensen die zeggen van wel. En ja, ik zeg dan, nou, het is niet zo'n groot probleem om die plantjes te behouden. Je hebt toch zo'n Hortus Botanicum in Amsterdam en dan maak je daar een stikstofarme sectie. Dat maken we maar. Ik kan even gaan praten hier met Burgers Zoo. Die hebben ook zo'n heel groot ding, dat heet de desert of zo. Maar hele kale toestanden, dan maak je daar toch een stukje Hollandse, Drunense duinenachtige meuk. En dan laat je daar die plantjes groeien. Nou, weer een probleem opgelost. Kijk, over 10 jaar hebben we 1 miljoen Nederlanders erbij. Nou, nog iets meer, omdat... Kijk, de Nederlandse mens die heeft maar 1,3 kind per vrouw. Dus het aantal Nederlanders in Nederland, dat neemt af. Maar het aantal Nederlanders in Nederland van buitenlandse afkomst, dat gaat toenemen de komende jaren. Dus de Nederlandse bevolking in totaal... Die gaat toenemen. Ja, en over 10 jaar wonen hier misschien wel 19 miljoen mensen. Ja, dat gaat ten koste van de natuur natuurlijk. Ja. Het kan niet anders. Want al die mensen moeten reizen, al die mensen moeten naar het toilet, al die mensen moeten een iPad en die moeten allemaal tv kijken. En dat kost allemaal energie en ja... En die gaan met de lift en er moet gebouwd worden. En, ja. Dat is ook zo mooi met die Europese Unie. Dat aan de ene kant worden wij verplicht om 100.000 mensen per jaar onderdak te bieden. En aan de andere kant krijgen wij een bouwverbod. Zo mogen er geen huizen bij gaan bouwen. Ja, waar moeten we die buitenlanders dan kwijt? In tenten? Ja toch? Waar moeten ze nou gaan wonen, die buitenlanders? Als wij niet mogen bouwen. Ja toch, simpele vraag, of niet? Nee, het is een mooie boel. Het is echt heel vervelend. Maar als wij ons houden aan de oude richtlijnen... en onze Bijbel gaan begrijpen... En denken, ach, hè? Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want u is de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. En zo is het toch, door God is de baas uiteindelijk. En wij zijn zijn kinderen. Wij zijn geschapen naar zijn gelijkenis. Wij mogen creatief zijn. Wij mogen goed zorgen voor onze kinderen. En materieel bezit, ja, dat zit er even niet in. Ik hoop dat je er niet aan gehecht bent. Want er wordt alleen maar minder. En ga maar kijken hoe dat afloopt met onze samenleving. Het wordt nog interessant hoor. En de toekomst zegt volgens de Bijbel is dat we een periode krijgen van vrede. Dat is de eerste die er komt. En dan komt er een periode van oorlog, dacht ik. En dan komt er een periode van honger. En dan komt er een periode van ziektes. En dan zijn we back off. Dan zijn we helemaal kapot. En dan komt Christus terug. Dit is wat ik er even zo nu wat je kan ophoesten. Dat in het laatste boek van de Bijbel staat. Nou, eerst moeten we nog die periode van vrede krijgen. Die hebben we nog niet gehad, hè.
Maar die moet eerst komen. En daar werkt de paus naartoe. Hè? De paus is druk bezig om een wereldvrede te maken. En als hij dus zijn zin heeft gekregen, dan heb je er inderdaad geen oorlog meer. Want de enige die nu nog oorlog voert, en dat doet hij heel veel, dat is de paus. De Eerste Wereldoorlog is van de paus. De Tweede Wereldoorlog is van de paus. Gaan we door, zijn allemaal van de paus. Allemaal in opdracht of met goedkeuring van hem uitgevoerd. En niet van de paus zelf, maar van die organisatie. Maar straks zijn ze klaar. En dan krijgen wij een tijd van vrede. En dan komt er een tijd van oorlog. En die oorlogen die komen niet van de paus. Die komen van onderaf. Joel, dat is het verhaal van de vier ruiters van de apocalyps. Dat je het even weet. Daar ga ik nog wel meer over vertellen de komende tijd. Ja, heb ik ook wat te doen. Hey. En tegen jullie zeg ik op zijn Hamburgs, tjus en dag lieverds.